Ja, dankjewel. Maken jullie stapeltjes voor en tegen? En junior en senior. En junior en senior. Vier stapeltjes. Kunnen we zo meteen heel makkelijk nakijken of we alles goed hebben gesorteerd. Dan kunnen we daarna gaan tellen. Kasper, ik hoor dat jullie 360 leden hebben. En daar hebben er 150 ongeveer gestemd, hè? Ja. Maar dat zegt nog niet alles, want jeugdleden tellen... Die tellen maar voor één en senioren voor vijf. Ja, dat zijn nou eenmaal de statuten. Ja. We hebben de KZB-statuten die we volgen, maar nou ja, dat is, dus je krijgt inderdaad seniorenleden maal vijf. Dus ik denk dat er een stuk of 30 jeugdleden hebben gestemd, 40 misschien. Dus ik moet ook even rekenen waar je op uitkomt. Ja, zal iets van 60 ze zijn daar stapeltjes aan het maken, hè, hiernaast. Ja. Dus wachten we even af. En jullie gaan nu tellen, dus zometeen is het ook bekend echt. Ja, ik bel eerst met de ZEL, maken we tegelijkertijd de uitslag bekend. Oké, okay, spannend. Ja. Ja, toch wel. Heb je daar een gevoel bij? Kunnen we straks kijken of het klopt? Ja. Gevoel dat het spannend is. Erg leuk dat er zoveel opkomst is. Ja. Je weet ook dat veel mensen meivakantie begint, single loop. Dus... Maar het is natuurlijk ook nog wel wat voor een club om te fuseren, dus dat leeft automatisch. Ja, klopt. Het is geen normale ledenvergadering met 150 stemmen. Er zijn er 664 in totaal die hebben gestemd. Die bij elkaar. Nee, dat is duidelijk. Ja. Alle jullie hebben voorbij. Dat was ook al eens zo. Ja. En heeft één iemand met en eentje van. Ik maak even een fotootje van, dan ga ik even vast opbellen. Ja. Uitslag van de stemming bekendmaken en dan daarmee vaststellen. En de uitslag is dat er totaal 232 mensen hebben er gestemd, 232 leden. Dat, die konden totaal 1012 stemmen bij elkaar uittellen. Dus 5 voor een senior en 1 voor een junior. En de uitslag is dat er 882 stemmen voor het fusiebesluit en 130 tegen. En daarmee verklaar ik in mijn rol als voorzitter van de ZEL ZVL dat het fusiebesluit formeel is aangenomen. Ja. Allebei om 9:30. Ja, dat is goed. En ja, wij komen denk ik gewoon om 9:45 eventjes bij jullie langs. Dat is wel zo leuk, even naar de ZEL of naar ZVL ook. Ja? Oké, hoi hoi. En? Ja, 9:30 maken we het officieel bekend. Maar het is allebei ja, hè? Overtuigend. Nou, gefeliciteerd. Het ziet er erg goed uit, maar... Ik hou het nog eventjes netjes aan de afspraak. Hoe laat is het? 9:30. Wat ga je doen? Ik ga nu dit aantrekken en dan ga ik zo het water in. Want stemmen is zwemmen, wat was het? Ja, stemmen is zwemmen, ja. Ja. Dus ik ga zo het water in. Ja. Dus ik ga deze heel even aantrekken en dan zie je me zo... Trekken wij ons even discreet terug. Ja, precies. Beste leden, ik denk dat het een mooi moment is om de uitslag bekend te maken. We staan wel heel hoog zo. Gaat ik even op eentje lager. Nou, heel erg bedankt aan Jan en Joy om alle leden te registreren. En aan Wietse en Natasja voor het coördineren van de telling. De uitslag is bij beide verenigingen heel overtuigend. Heel overtuigend ja. Bij LZ heeft 85% voorgestemd. 1% blanco en dus 13,5% tegen. In nummertjes of in stemmen uitgedrukt is dat 5 blanco, 90 stemmen tegen en 569 stemmen voor. Woe! Dus LZ wil heel graag fuseren met de ZEL. En de uitslag van de ZEL is dat daar in totaal 1012 stemmen zijn uitgebracht. 130 tegen en 882 voor. Dus ook de ZEL wil heel graag met LZ gezamenlijk verder. We zijn hartstikke blij! Ik ben ontzettend blij dat we met zo'n ruim mandaat dit hele ja, historische besluit hebben kunnen nemen. Is voor sommige leden, en dat vind ik ook echt jammer, best een grote dobber. Dus dat vind ik heel jammer. Ik hoop dat ze toch nog denken van, hey, ik blijf de nieuwe club toch trouw. Dat hoop ik van harte.
ik ben in ieder geval blij dat de overgrote meerderheid heel veel zin heeft om gezamenlijk met de ZEL naar ZVL 1886 te gaan. En hopelijk wordt het eerste team van de ZEL of van ZVL als ZVL 1886 kampioen van Nederland komend weekend. Ja, jongens, bedankt voor jullie vragen. Ga je nou met een ander gevoel het water in, denk je? Met het goede nieuws? Met het goede nieuws. Ik ga alleen maar heel blij zwemmen, denk ik. Ja.